Hey, vandaag zijn we uitgenodigd door atletiekvereniging AV Heerenveen. Wij gaan meedoen met de Radsgaasterloop. En dit is in Heerenveen. Het is een heerlijke zonnige dag vandaag. Ik ga mijn startnummer eens even ophalen. En wij zien elkaar bij de start. Tot zo! Nou, we zijn op de atletiekbaan aangekomen. Wij krijgen vandaag geen startnummer. Wij hebben een prachtig mooie chip. Deze kunnen wij aan de schoenveters binden en dan weten ze precies hoe lang wij gerend hebben. Ik zie jullie bij de start, jongens. Yo! That gave him my all. I believe in us. I won't give up.
I cannot go wrong.
to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I Nou, we zitten op de 2 kilometer, precies. Het is wel aardig winderig, maar gelukkig heb ik het nog in de rug. Ik denk, zullen we weer een rondje lopen. Dus zal ik het rond de 5 kilometer wel weer recht in het huigje krijgen. Niks aan te doen. Ik was dinsdag, was ik ook nog aan de Waddenzee aan het lopen, bij Den Helder. Nou, daar stond volgens mij wel windkrachtje 12. Die had ik toen ook in de rug. En toen rende ik wel met een pace van 4,5. De 6 kilometer. Dat is 4,5 minuut per kilometer. Pak de rekenmachine er maar bij. Ja, het is iets minder zonnig dan gedacht. Eigenlijk kan ik wel af. Maar ja. Ik ben minimaal bepakt, dus niks aan te doen. Wij gaan nog even een klein stukje verder. Wij hebben de 7 kilometer te doen. Ik geloof dat ik dat nog niet verteld had. En die gaan wij dan ook nog maar even lekker afmaken. Ik spreek jullie zometeen bij de volgende pitstop weer. Yo! Bring me some of mine. Soon as the sun.
Nou, ik ben net weer omgedraaid. Daar was het keerpunt van de 7 kilometer. De 15 mocht nog even rechtdoor. Die zullen wel een heel mooi rondje krijgen dan. Ik kan blijkbaar dezelfde weg weer terug. Nou ja, ik denk dat zij straks een stukje verderop wel een andere mooie route hebben gekozen. En anders mag ik de pret ook niet drukken. Dan kunnen we de iets langzamere lopers ook vinden. Ja, ik ga hem even weer verder rennen als het keerpunt is. Ik zal eens even kijken op mijn horloge. Op mijn wat? Op mijn horloge. Ja, 3,6 kilometer. Dus dat betekent dat ik er alweer meer dan de helft op heb zitten. Nou, wij trekken hem door en ik spreek jullie zo weer bij mogelijk een volgende pitstop. Yo! We'll be right back.
You say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on. No, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions. Ik moet natuurlijk voor de video ook nog een mooie thumbnail maken. Nou, misschien heb ik hem gevonden. Kijk, hier hebben we een mooi bordje. Rot Sturgaast. Er hoeft alleen nog maar loop onder. En ik heb mijn thumbnail. Nou, zal dit hem worden, jongens. Woe! Duimpje omhoog. Of zal dit hem worden? Wie weet? Jullie weten het al. Hij staat namelijk waarschijnlijk al op YouTube. Kijk eens. Woe! Nou, weten jullie ook weer hoe wij thumbnails maken? Dat doen we gewoon zo. En we proppen er nog een woordje onder. En we hopen dat mensen erop gaan klikken. Ik wil nog eventjes onder de aandacht brengen. Ik schrik van mijn subscribers. Die vliegen omhoog. Ja, ik heb een beetje hard slijm vast zitten in de keel. Dus hoor je me wat rochelen, dan klapt dat. Dat doe ik. Komt door al de sporten. Het is alleen maar een teken dat ik goed bezig ben. Maar, ik zag dus dat ik alweer 700 subscribers heb. Dus het gaat hartstikke goed. Ik word er hartstikke gelukkig van. Ik heb gemiddeld over de 2000 views per video. Ja, in ieder geval over de 1000 al. Nou ja, een half jaar geleden kwam ik niet boven de 300. Dus het gaat allemaal hartstikke prettig zo. Ik word er gewoon gelukkig van. Nou, ik zou zeggen, jongens, vergeet niet, subscribe. Het is gratis. Abonneren, zo heet het ook wel. Druk even op het mooie belletje en like deze video, want dan kom ik hoger in de suggestielijsten. En daar sta ik al aardig hoog, geloof ik. Nou ja, ik bedoel, het zou mooi zijn als we maar groter en groter worden. Maar dan kan ik ook meer runs opnemen. Dan heb ik meer tijd, hoef ik wat minder te werken. En misschien kunnen we dan wel lekker gaan reizen en runs opnemen in verre landen. Ooit heb ik dat al een keer in Frankrijk gedaan. Kunnen jullie terugkijken op het kanaal Bordeaux, Lourdes, Etretat, Saint-Étienne. Ik heb ze allemaal berend. Zelfs Grandval, Zwitserland. Een prachtig berggebied. Je kan ze terugvinden rond de zomer van 2020. En ja, wij knallen hier nog eventjes door.
want ik sta hier alweer 3 minuten te lullen. Dus ik zal heus niet eerste worden. We hebben bijna de 5 kilometer gehad. Volgens mij heb ik geen loper meer achter mij. Zal ik ooit een keer laatste worden? Yay! Ik heb het gehaald. Laatste. Maar, jongens, ik denk dat ik jullie wel bij de finish zie. Ik ga hem verder knallen. Joehoe! Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. I'd still love you anyway.
I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same, I'd give you the world like I promised I would. We'll be right back.
Nou, dat was hem dan. De Radster Gaasloop 2022. Ik ben weer heerlijk kapot. En wij gaan nu op naar de afsluiting. Want ik heb zoveel dorst. Tot zo! Dat was hem dan, de Rads Gaasterloop 2022. 7 kilometer door Heerenveen. Het was een hartstikke leuk loopje. Wel jammer dat wij dezelfde weg terug als dezelfde weg heen gingen. Maar dat mag de pret niet drukken. Zo kan iedere hardloper zichzelf natuurlijk hartstikke goed zien. Want op de heenweg kom ik de snelle mensen terug weer tegen. En op de terugweg de snelle mensen heen. Of de slome mensen heen. Terug. Hey, ik ben hier niet zo goed in. Even de huishoudelijke mededelingen. Ik heb zeer graag, jongens, dat jullie, het is geheel gratis, even op subscribe drukken. Abonneren heet het ook wel. Druk op de like button en druk even op het belletje. Nou, dan gaan we nu even naar het heerlijke einde toe van onze video. Het speciaal biertje. Vandaag hebben we een Texels Overzee IPA. Dit is een 6% biertje. U kunt hem even zien. Ja. Even kijken. Dit is een boordevol natuurlijke ingrediënten. Waaronder Texelse gerst en accenten van citrus en abrikoos. Dit komt natuurlijk, ik ben eventjes in Den Helder geweest en daar hebben ze heel veel van die Texelse speciaal biertjes. Ik wou er ook graag een run opnemen bij de Waddenzee, maar het was 2 dagen noodweer en toen moest ik er alweer weg. Maar dit gaat nog wel een keer gebeuren. Even kijken. Ja, deze IPA verbindt Texel met overzeese gebieden, zoals dat vroeger al gebeurde. Toen avonturiers vanuit Texel de wereldzeeën bevoeren. Nou, dit moet wel een hartstikke lekker biertje zijn. Jongens, wij gaan hem openploppen. Die ruimen we zo wel weer op. 6% Texels Overzee IPA. Die smaakt wel hartstikke lekker eigenlijk. Ja, dit is een heel fris en fruitig biertje. En je hebt niet door dat er 6% in zit, kan net zo goed 2% in zitten. Heerlijk. Hier ga ik nog wel even lekker van genieten. Volgende week zitten we bij de marathon van Zoom. Ik denk nou niet dat ik een marathon ga lopen. Ik doe de 10 kilometer bij de marathon. Bij de marathon van Zoom. En ik zie jullie volgende week weer. Tot volgende week. En geniet van de week. En geniet van het weekend. Geniet van het leven. Yo!